Ghislain Londers, de man die niet ontslag neemt, lag mee aan de basis van de val van de regering Leterme eind 2008. De eerste voorzitter had aanwijzingen dat er vanuit de politiek pogingen werden ondernomen om de uitspraak van het Hof van Beroep in de Fortis-zaak te beïnvloeden. Hij schreef daarover een brief toen aan de toenmalige Kamervoorzitter Herman Van Rompuy. En Herman de Kroo las die brief toen live voor in ons magazine Villa Politica. Caroline van den Bergen. De Kamervoorzitter heeft ons toegelaten de brief bekend te maken die getekend is door de eerste orde van het Hof van Cassatie. En die brief is zeer ernstig. Die toont aan dat er druk zou zijn uitgeoefend om een andere uitspraak te bekomen dan degene die men vreesde. De brief van Londers slaat in als een bom in het parlement. Het land davert op zijn grondvesten. Volgens de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie waren er manoeuvres aan de gang op het Brusselse Hof van Beroep, waar de rechters zich moesten uitspreken over de verkoop van Fortis aan BNP Paribas. Omdat die uitspraak nadelig zou zijn voor de Belgische staat, werd er geprobeerd om die beslissing nog om te buigen. Nochtans had premier Leterme een dag eerder gezegd dat hij op geen enkel moment de rechters van het Hof van Beroep in de Fortis-zaak had trachten te beïnvloeden. Maar de parlementsleden waren niet overtuigd, ze reageerden geschokt. Als je nu nog twijfelt over beïnvloeding, weet ik het niet. Is dat normaal? Nee. Ik kan daar wellicht niet mee lachen. Nee, dat is... Inderdaad, nooit gezien, klopt. De regering valt. De eerste die ontslag neemt is toenmalig minister van Justitie, Jo van Deurzen. Ik vind het op het persoonlijke vlak eigenlijk wel een beetje welletjes. En ik ga proberen ook eens wat rust en orde in de zaken te scheppen. Na de val van de regering komt er een onderzoekscommissie over de Fortis-zaak. Ook de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie komt getuigen. Hij blijft erbij dat het niet zijn bedoeling was om de regering te doen vallen. Ik heb mij alleen laten leiden door het belang van de instellingen waar ik reeds meer dan 30 jaar zeer aan gehecht ben. En ik heb nooit bepaalde personen of een bepaalde politieke partij of de politiek in het algemeen geviseerd.